sneuvelde Groningen in de beker op dit veld. Maar dan wel tegen FC Utrecht. Idrissi kiest even voor de weg terug. Veldwijk legt terug. En deze geweldige uithaal schiet maar net over. Flinke knal van Bakuna. De eerste kans voor hem. Kijkt voor Hercules en die bal die gaat erin. En Hercules neemt een 1-0 voorsprong. Hoe is het mogelijk? Belarbi neemt het voor zijn rekening. En de hele hoofdtribune van de Galgenwaard ontploft en juicht. En bij Groningen begrijpen ze niet wat er is gebeurd. Er is geen sprake van buitenspel. Die bal die komt op de as van het veld voor zijn voeten terecht. Pat komt en maakt als het ware op die manier toch wat mij betreft het gaatje wat makkelijker voor Belarbi. En Hercules neemt in de 11e minuut heel brutaal een 1-0 voorsprong. De bal draait weg, valt een beetje in het midden. Dit is een vrije kopkans. Maar die wordt toch wel vrij knullig om zeep geholpen door Te Wierik. Lichter moet goed verdedigen. Dit is een geweldige goal. Idrissi, een plaatje van een goal. Hij kan dat. Mahi kan dat. Ze komen naar binnen. En vrijwel uit stand verdwijnt die bal als een raket in de kruising. Onvoorstelbaar. Wat een mooie treffer. Hey mannen, ik moet je een groot compliment maken, boos. Godverdorie. 1-1, Eredivisie ploeg. En met de rust, dat had je van tevoren wel voor getekend. Hè? Tevreden man. En terecht, denk ik. Hij kan met zijn ploeg terugkijken op een zeer verdienstelijke eerste helft. Benieuwd of FC Groningen na rust wel kans ziet om mogelijk in een wat hoger tempo, in een wat sneller balcirculatie aan kansen, respectievelijk goals te komen. Kaats is van Doan, die wordt doorgestuurd. Dit is meteen de eerste mogelijkheid voor Japaller. Die bal gaat tussen de benen door bij Mulder. En een minuut na rust. Ja, dit is een magnifieke invalbeurt, maar sneu voor de keeper. Leidt FC Groningen in de Galgenwaard met 2-1. Litsu Doan. De vervanger voor Drost. Staat een minuut op het veld. Krijgt op deze manier de bal mooi meegeveegd door Mahi. En passeert Mulder tussen de benen door. Kijk u, de fans van Hercules melden zich. Warmadam is inmiddels ontsnapt. Veldt de bal hard voor langs en die gaat er niet in. En dat lijkt me heel moeilijk om die bal er niet in te krijgen. Veldwijk krijgt deze misser achter zijn naam. En zij horen de naam van de club goed te kunnen spellen. Maar of dat na een uur voetbal en wat bier nog steeds zo is, dat valt te bezien. Laat ik het zo zeggen, de letters klopten. Doan krijgt de vrije trap mee. Bakuna, die zit er wel heel precies in. Over de muur raakt die bal bijna de grond op het moment dat hij de doellijn passeert. Is lastig tegen te houden voor Mulder. En zo lijkt FC Groningen na 65 minuten voetbal de grootste problemen in Utrecht achter de rug te hebben. Komt hier dan uiteindelijk het afstandsschot? Nee, nog een combinatie. En zo wordt het keurig 1-4. Mooi gespeeld. Eigenlijk zou het niet mogen dat hij zo ver komt, Rustić. Maar uiteindelijk wordt het gaatje dan toch groter in de slotfase. Mensa. Met Misevic is te laat. Komt er bij de tweede paal. Geweldige goal van Oelers, de linksback. Die mee naar voren komt. En het mag niets afdoen aan de overwinning voor FC Groningen. 5 minuten voor tijd, maar het is verreweg de mooiste van de avond die we te zien krijgen. En dan eindigt dit bekerduel in de eerste hoofdronde van het bekertoernooi
2 in het voordeel van FC Groningen. Compliment aan Hercules.